Maar over jou werd ook gezegd dat jij het Derde Rijk verheerlijkt, dat je Hitler een toffe vent vindt, dat de Holocaust downplayde. Dat soort dingen werd ook over jou gezegd. Ja, dat begon het al mee. Dus dat was helemaal in het begin. Dat vond ik ook heel erg naar, want dat is niet zo. Dat heb ik ook meerdere keren verklaard. Ik heb er zelfs een stuk over geschreven. En dat dat terug blijft komen, dat zijn hele, hele nare verwijten. Dat zijn de ergste dingen die je over de mensen kan zeggen. Dus ja, dat was heel, heel erg verschrikkelijk. Kijk, als je dit nou ziet, wat voor gevoel krijg je dan? Ja, dat is wel heel cool. Echt dat oude campagnegevoel. En dat is al een tijdje weg door al die coronadingen. Maar dit geeft alweer echt een heel lekker gevoel. Goede slogan, mooi logo. Stem Nederland terug. Ja. Wat willen jullie daarmee zeggen? Ja, heel veel dingen. Dus zowel natuurlijk over corona, van we moeten gewoon terug naar normaal. Maar ook gewoon, we moeten gewoon terug naar een Nederland wat weer trots is op zichzelf. Maar ook niet alleen maar macht overdraagt aan Brussel. Niet alleen maar bezig is met allemaal overal windmolens neerzetten. Dat het hele landschap veranderd is. Gewoon terug naar Nederland. Hoe het was, hoe we het kennen. Dat. Ik denk dat iedereen dat gevoel wel kent. Dat je gewoon... Dus ik ben dan opgegroeid in een dorp. En nou ja, Jan Terlouw die heeft dat dan gezegd met een touwtje uit de deur. En zo. Dat was bij ons ook. We hadden gewoon, iedereen had een touwtje uit de deur en dan kon je als kind weer naar binnen en zo. Dat is niet meer, dat is weg. En ook fiets in de achtertuin laten staan, niet op slot. Ja, dat kan niet meer. Dan komen de Oost-Europese bendes komen hem jatten. Die komen gewoon je achtertuin binnen en gooien ze hem achter in een busje en ze rijden de grens over. Je bent ze kwijt. Dat was vroeger niet, dat is nu allemaal wel. En dat is het gevolg van beleid. En dat kunnen we veranderen en dat willen wij veranderen. Hoe wil je dat veranderen? Nou, bijvoorbeeld stoppen met open grenzen. Dus als je het hebt over bendes uit Oost-Europa, ja, die kunnen heel makkelijk over de grens heen en weer. Omdat we dat Schengen-verdrag hebben, omdat we niet onze grenzen kunnen controleren. Of, ja, in principe zou het zelfs wel kunnen, maar we doen het niet. Dat kun je veranderen en dan los je dat soort dingen op. Freek Jansen, de man van het moment, kunnen we wat zeggen bij Binnen Forum? Nou, dat is wel heel overdreven. De man van het moment blijft gewoon een jury. Maar er is veel gebeurd. Veel over jou gesproken. Helaas wel. Weinig met jou gesproken. Want hoe ervaar je de afgelopen periode? Er is van alles en nog wat gezegd. En er is van alles en nog wat gebeurd binnen jullie partij. Ja. Mensen zijn weggegaan. Sommigen zeggen het komt allemaal door Freek Jansen. Hoe heb je die periode ervaren? Ja, ik heb gewoon ongeveer een week niet gegeten. Het was echt afschuwelijk. Ik kreeg een hap door mijn keel. Dat was alleen maar stress. Heel slecht slapen, heel kort slapen. Het leek even helemaal fout te gaan met de partij. We zijn er weer bovenop gekomen. Daar ben ik heel blij om. En wat dat betreft valt het mee, gelukkig, achteraf gezien. Maar het leek eventjes allemaal voorbij te zijn. Dat vond ik heel naar en heel verschrikkelijk. Dat heeft me heel erg geraakt. Hoe kijk je terug op al de beschuldigingen die naar jouw adres zijn geuit? Ja, nou ja, de grootste beschuldiging aan mijn adres is niet zozeer dat ik iets zelf heb gedaan. Maar dat er andere mensen zijn die iets hebben gedaan en dat ik daar niet zou op hebben ingegrepen. Er is een onderzoek geweest vanuit FVD. En daar zijn 230.000 appjes bestudeerd en er zijn 19 van aangemerkt als grensoverschrijdend. Dus het is niet alsof het een heel erg groot probleem is. Het komt voor. En dus ik denk niet dat er hele massa's jongeren zijn die dit massaal doen. En ik denk dat het overal gebeurt, maar het is dus niet specifiek dat dat soort mensen bij ons terechtkomen. Met 230.000 appjes zijn nagekeken, zeg je. 19 waren fout. Maar is niet ieder appje gewoon één te veel? Zeker als we het hebben over antisemitisme, homohaat, ja, maar dat waren niet allemaal dat soort appjes. Dan kan je ze ook wel laten zien. Maar het is echt met de breedst mogelijke maatstaf is er naar gekeken. En toen is er gezegd, oké, dit willen wij niet in onze appgroepen hebben. Omdat het op een of andere manier aanstootgevend is. Maar ja, je kunt dat niet volledig afdekken. En wat ook opvalt, als je dat dan bekijkt, als je die hele chatlogs en die context bekijkt, is dat er wel degelijk wordt ingegrepen. Dus die interne mechanismen die zijn gewoon aanwezig. Maar je hebt gewoon overal altijd een paar rotte appels. Hi Danny. Hi. Mag ik jou een hand geven? Ja, tuurlijk. Eindelijk een politiek is die hand geven. En ik wil het nog voor je kappa hebben. Oh, dat is goed. Moet je wel doneren voor de campagne. Hey, Freek, wat voor jongen is dat? Hij is een ongelooflijk harde werker. Een hele integere man. Met een enorm talent om organisatie op te zetten. Mensen bij elkaar te brengen. Mensen met elkaar te brengen. De laatste tijd zijn hier juist heel veel mensen uit elkaar gegaan in jullie partij. En hij kreeg zowat de schuld van alles. Ja, nou, ik
kan me voorstellen dat het beeld is dat bestaat misschien ook voor de buiten, dat er heel veel mensen weg zijn gegaan. Maar het is eigenlijk een relatief kleine groep die een groot publiek profiel had. Maar van de mensen waar ik het werk mee deed, en ook waar Freek dagelijks mee werkte enzovoort, daar is eigenlijk niemand weg van gegaan. Maar ja, er zijn wat mensen die kunnen misschien niet altijd de druk aan of die willen het op hun eigen manier doen. En dat zijn meer de high profile mensen en daardoor lijkt het misschien alsof er veel veranderd. Maar dat valt dus eigenlijk wel mee. Wat maakt hem zo bijzonder dat jij uiteindelijk toch voor deze jongen gekozen hebt? Als mensen die met mij werken op deze manier worden aangevallen door anderen die eigenlijk een coup willen plegen, die eigenlijk de macht willen overnemen, met mensen met kwade bedoelingen gehad, ja, dan ga ik daar gewoon voor liggen, punt. Dus dat, maar bij Freek is ook nog, Freek heeft een aantal hele bijzondere eigenschappen. Het is een hele bijzondere man, hij is heel getalenteerd, geweldige energie. Wat maakt hem zo bijzonder dan? Nou ja, één ding. Eén ding is de integriteit. Ik denk niet dat Freek ooit zou liegen. Tegen jou of tegen de buitenwereld? Nee, gewoon. Tegen mensen. Dus tegen mij, maar ook tegen anderen. Ik had het van de week ook met Freek over. De groepsappen en de dingen die daarin gezegd werden. Dat werd hem ook kwalijk genomen. En jou ook, dat jullie te weinig hebben gedaan om dat tegen te gaan. Hoe kijk je terug op dat app-incident en wat er daarin gezegd is? Ja, ik zie niet wat we daarin anders hadden kunnen doen. Als er een bericht verschijnt in de krant dat iemand iets belachelijks heeft gezet ergens. We hebben in totaal meer dan 50.000 leden. Hè? Dus volwassenen plus jongeren. Ja, die mensen, er zitten vast een paar mensen tussen zitten die volkomen ontsporen, rare dingen roepen. En wat je dan zegt is, dan gaan we eens even onderzoeken wat er aan de hand is. En vervolgens komen er uit dat onderzoek aanbevelingen of kritiekpunten of wat dan ook. En die ga je dan implementeren. Hebben we ook gedaan in mei. Ja, veel meer dan dat kun je niet doen. Dus ik denk dat we dat gewoon goed hebben opgelost. Hoe kan het dat in jullie partij twee keer is voorgekomen, zoiets? Ik denk niet dat het alleen bij onze partij is. Ik ken ook veel gevallen uit andere partijen. Ik ga daar niet nu over oordelen of zo. Ik ga niet met het vingertje wijzen. Maar ik weet dat het ook bij andere jonge organisaties en zo gebeurt. Dus ja, ik denk dat er heel veel dingen zijn. Hele foute grappen ook heel vaak. Dus het is ook een beetje een jeugdcultuur. Dat ze in appgroepen elkaar zitten op te naaien. Dat moet je natuurlijk niet doen. En er zijn ook een heleboel serieus hele lelijke dingen. Zeg maar ook heel veel gaat om hele foute provocatieve grappen. In mijn vriendengroep gebeurt dus dit soort dingen niet eigenlijk. Nee, mijn ook niet. Nee. Maar hoe kan het dat het bij jullie dan gebeurd is? Wat er gebeurd is in onofficiële appgroepen gebeurd. Dus het zijn privé appgroepen die mensen die lid zijn van onze vereniging aan hebben gemaakt of waar ze in zitten. En dus het is niet zo dat wij dat proberen te faciliteren of zo. Maar dat, ja, zeker ook omdat er geen moderatie misschien in zit, ontsporen dat soort dingen. Ik weet het niet. Maar ja, dat gebeurt. Ik geloof dat het ook bij sportverenigingen het geval is en bij studentenverenigingen. Maar goed, dit soort dingen blijven wel een beetje boven jullie partij hangen. Een tijdje geleden had jullie ook, als het goed is, ook een ontmoeting met een Amerikaanse white supremacist. Je bedoelt Jared Taylor? Ja, en er zat ook mensen van Erkenbrand ook bij. Die zijn ook bekend als extreem rechts. En er zat ook iemand bij die zichzelf openlijk neonazi noemt. Nou, dat weet ik niet, maar... Dus in een hotel in Amsterdam hebben jullie de ontmoetingen gehad, daar was jij zelf bij. Ja, met dat etentje met Jared Taylor heb je het over. Ja. Ja, nou ja, maar je noemt weer allemaal dingen die ik dan verder niet weet. Dus dat kan ik ook niet controleren. Ja, je was erbij voor de ontmoeting, dus je moet weten wie er nou, allemaal bij waren. Nou, wel met Jared Taylor, dat klopt. Maar ja, dat was een hele andere tijd, hè. Dus je hebt het dan over 2016, 17 speelde het zich allemaal af. En toen was Trump net opgekomen. En maandenlang waren er allemaal NPO-talkshows geweest over Trump kan nooit winnen, 37% van de kans dat Hillary Clinton gaat winnen, bla bla. Maar er was een hele beweging om hem heen. En die zag het allemaal wel gebeuren. Dus ja, dan wil je daarmee praten. Maar is het verstandig om met iemand te zitten die bekend staat als een white supremacist in Amerika? Ik bedoel, je gaat googlen wie die man is en volgens mij wist Thierry Baudet heel goed wie hij was. Ja, ik weet niet of dat in die tijd ook zo was. Dus de dingen van nu zijn niet per se de dingen van 4, 5 jaar geleden. Maar wat ik wel weet is dat, nu hebben we allemaal rellen gezien in Amerika afgelopen zomer. Trump, Biden, al die dingen die zijn gebeurd. Dat was al te voorspellen in 2016. En er waren heel weinig mensen die daar inzicht in hadden. Ja, in die beweging, dat Umfeld, die zag dat allemaal wel aankomen. Het is veel interessanter om met dat soort mensen te praten dan met een of andere Amerika-kenner van de NPO die dit allemaal niet eens op zijn netvlies heeft.
En de meest interessante gesprekken heb je ook met mensen van een ander perspectief. Dus ja, ik vind dat eigenlijk heel goed. Ik vind dat mensen veel meer met mensen moeten praten waar ze het mogelijk mee oneens zijn. Want pas dan kom je er echt achter wat mensen vinden. Ik vind dat er veel te weinig interesse is voor wat mensen eigenlijk vinden. En veel te veel met dat vingertje van, jij bent dit en jij bent dat en daarom praat ik niet met je. En dat je, jij noemt ook allemaal termen van, ja, die is neonazi en die is zus en zo. Heb je al wel zelf met die mensen gepraat? Hoe weet je dat? Heb je ze zelf die vraag gesteld? Maar wat heb je opgestoken dan om met die Jared gesproken te hebben? Nou, dat ging heel specifiek over de Amerikaanse verkiezingen. Donald Trump, die beweging eromheen. Ja, ik weet niet meer precies. Het is een behoorlijke tijd geleden, maar ik weet dat dat ongeveer de insteek van het gesprek was. Wat me ook opviel net in het eerste filmpje die jullie mee op de campagne gaan, is dat ik alleen maar blanke mensen zie. Ik heb geen enkel donker man of vrouw gezien. Ik heb geen enkel hoofddoekje erin gezien, wat ook een onderdeel maakt van de Nederlandse samenleving. Hoe komt dat toch? Is dat puur toeval? Of? Ja, ik heb daar helemaal niet op gelet. En daar heb ik nog nooit op gelet. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat ze er niet tussen zaten. Ik heb niks gezien. Maar er waren best wel ook veel groepen en dingen, ja. Zelfs daarin heb ik niks gezien. Ik heb echt heel goed opgelet, maar dat zat er niet in. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is, maar we kunnen het frame voor frame bekijken. Maar, ja. Nee, ik ga dat zeker doen. Maar is dat het Nederland wat jullie zouden willen dan? Zonder ja, weet ik veel, gekleurde mensen of zonder mensen met hoofddoeken of zonder... Is het alleen maar de mensen die we daar gezien hebben? Daar gaat het hele filmpje niet over. Het gaat niet over wat voor soort mensen of zo. Het gaat over wat voor gevoel we hebben bij Nederland. He, dus je ziet een festival en je ziet schaatsen op het ijs. Het komt dan door het weer. Maar gewoon dat oude Nederland waar je gewoon het gevoel hebt waar het weer een beetje gezellig is. Een VOC-schip, is dat handig om dat op een campagnebus te zetten? Ja, slaggen toch? Nou ja, heel veel mensen hebben daar toch wel slechte herinneringen eraan. Die denken dat de VOC-tijd, dat moeten we vergeten. Ja, dat vind ik jammer. Want we hebben toch echt heel veel grote dingen gedaan. Hele mooie dingen gedaan. We hebben de hele wereld ontdekt, verkend. We zijn heel rijk geworden. Hulp van de welvaart. De Amsterdamse grachtengordel is ermee gebouwd. Dat vinden we ook nog steeds heel mooi. Dus ja, dat is toch gaaf zo'n schip. Dat is toch mooi. Hè? En al die verhalen van Michiel de Ruiter en Piet Hein en zo. Daar zijn we allemaal mee groot geworden. Dat is ja, toch echt een stukje van Nederland. Ja, je hebt nu ook een stuk van Nederland die dat soort straten willen verbieden, met dat soort namen. Die zeggen ja. Van ja, dat VOC-tijd, dat moeten we juist achter ons laten. Dat vind ik heel erg, ja. Ja, waarom? Ik vind dat juist iets heel moois aan ons, dat we gewoon zulke ja, goede, coole dingen hebben gedaan. Het verhaal van Piet Hein is fantastisch. En het verhaal van Michiel de Ruiter, dat is een totale held natuurlijk. Hoe die zichzelf heeft opgeofferd. Ja, daar moet je lering uittrekken, moet je trots op zijn. Afgelopen week, toen wij bij die bus waren, toen hadden jullie, dat zag er heel mooi uit, en dat jullie ook dat VOC-schip, je zei van ja, daar moeten we trots op zijn, dat is iets wat wij graag mee naar buiten willen treden. Ja. Is het te vergelijken ook met de Confederacy flag die nu in Amerika aan het wapperen was in de Capitool? Nee, dat denk ik niet. Ja, weet ik ook niet. De Confederacy flag, ja, dan moet ik daar dan weer van zeggen, oh, dat is fout of zo, maar... Nou ja, die mensen willen ook terug naar die tijd van de Confederacy. Jij zei van, ja, we moeten trots zijn op de VOC. Maar goed, de VOC was natuurlijk wel verantwoordelijk voor slavenhandel. Daar deed ze ook aan mee. Ja, en ik merk het ook in dit gesprek. Je probeert nu heel erg van, ik moet nu iets moreel gaan veroordelen, omdat dat nou eenmaal moet of zo. Nee, ik vind niet dat dat aan mij is om dat per se te doen. Zeker als iets honderden jaren geleden is. En ik heb ook nog nagedacht over dat VOC-schip op dat ding en waar dat dan voor staat. Wat ik ook echt een probleem vind in deze tijd is dat we ons maar voor alles moeten schamen. We mogen op geen enkele manier meer trots zijn op iets. We moeten overal, oh, we hebben nu slavernij, we hebben weer dit en we hebben weer dat. Dat drijft ons in een bepaalde hoek, waardoor we gewoon niet meer trots kunnen zijn op onszelf, op ons land, op onze geschiedenis. En dan wordt alles steeds verder afgebroken. Het begon ook met dat Zwarte Piet verhaal. Eerst was een klein groepje was er tegen. En dat wordt dan ieder jaar weer herhaald. Oh, je moet je schamen, want het is slecht. En je bent slecht als je dat steunt. En op een gegeven moment gaan mensen daar nooit mee. En zo breken we langzaam alles af. Want nu is Zwarte Piet dan weg. En dan moet... het volgende was dat de carnaval moet weg. Want in carnaval komen ook stereotypen voor. Als mensen in de optocht lopen. Maar ik ben bang dat als wij
als we iedere keer maar meegaan in dat aangepraate schuldgevoel, dat er gewoon helemaal niks van onze identiteit overblijft, helemaal niks van onze cultuur overblijft. En dat we dan een soort van economische zone blijven waarin, nou ja, oké, hier wordt zoveel procent van dat verhandeld. Wat blijft er nog over van Nederland? Waar ben je bang voor precies? Ik gaf net al het voorbeeld van Zwarte Piet, dat is echt zo'n een traditioneel ding. Je hebt het ook met kerst, dan wordt er geen kerst meer gezegd, maar winterfeest of dit en dat, om dan bepaalde migrantengroepen, in dit geval moslims en zo, om die dan te ontzien, want die kunnen niet meedoen met kerst, et cetera, inclusiviteit. Terwijl we hebben hier al, hoe lang hebben we al kerst in Nederland? 1400 jaar of zo? Dat is echt, dat hoort bij Nederland, dat hebben we hier al heel lang gehad. En dat gaan we nu even in een paar jaar, het gaat echt om 10, 20 jaar, gaan we al die dingen afbreken. Dat denk ik niet dat dat goed is. Dus het niet een gevoel die je zelf hebt, die je zelf aan het creëren, van oh, we verliezen alles? Nee, dat denk ik, nou kijk, voor mij zal dat gevoel sterker zijn dan voor iemand anders. Dus natuurlijk is dat altijd subjectief. Maar ik denk wel dat er ook objectieve dingen steeds minder worden. Puur op het gebied van cultuur ook. Dus noem maar Zwarte Piet, nou, carnaval gaat er straks aan. In ieder geval wordt helemaal uitgekleed. Zo kerst, Pasen, et cetera. Dat wordt allemaal steeds minder. Ook cultureel gezien. Dus niet alleen vanuit een directe frontale aanval. Maar het zit ook in de entertainment heel sterk. In de muziek zit het ongetwijfeld. Het zit overal in verweven dat we niet meer... We zijn geen Nederlander, maar we zijn een soort abstracte wereldburger. En ja, ik denk dat dat uiteindelijk tot conflicten leidt. Ik denk dat als we bijvoorbeeld zoveel verschillende soorten mensen, immigrantengroepen naar Nederland halen, als je mensen bij elkaar brengt die anders zijn, dat is ook in een relatie of zo, als je een verschil van mening hebt, dan komt daar ruzie uit. Dus ik denk dat dat een hele gevaarlijke cocktail is voor de komende eeuw, waaruit heel veel conflict gaat komen. En wat voor conflicten hebben we het dan over? Ja, dat is de vraag. Maar in andere landen is dat een gewapend conflict. In Amerika zijn er allemaal rellen geweest afgelopen zomer. Je ziet het wel op steeds meer plekken. En ja, ik kijk daar niet naar uit. Er is weer wat gaande binnen jullie partij. Het is altijd wat gaande. Het is alles wat gaande, ja. Het gaat weer over groepsappen. Het gaat weer over homohaat. Het gaat over racisme. Nou ja, dus even uitzoomen, want net zo... Klinkt het heel heftig, maar kijk, er zijn weer wat berichtjes en dingetjes. Ik denk, als je het allemaal ziet, het meeste vind je ook in normale sport-apps, buurt-apps, studenten-apps. Grappen, provocerende opmerkingen, ja, een beetje borrelpraat. Maar hoe kan het dat het bij jullie weer het geval is? Ik bedoel, we hebben het eerder over gehad. Zo, ja, het zijn een paar jongens die nu weg zijn. Maar dit is toch de partij top die dit appt? Ja, nou, weer het geval. Kijk, ik denk dat dit overal gebeurt. En ik denk dat wij gewoon met name heel erg onder een vergrootglas liggen. De media, die proberen natuurlijk dat soort geluiden, die zijn niet zo. Maar is het niet makkelijk om continu alles op de media te schuiven? Gisteren deed Thierry dat ook. Ja, die media. Het is niet dat wij die appjes verzinnen. Dat zijn toch jullie groepsappen? Daar hebben we toch niks mee te maken. Wij tonen dat alleen. Wij doen ons werk. Maar het is selectief. Dus als er bij ons zo'n appje gebeurt, dan is het ineens groot nieuws. Maar als het ergens anders gebeurt, dan is dat helemaal niet goed. Dus we hebben het al eerder gehad over de jongeren van de VVD en CDA. Die maken de hele dag dit soort grappen. Gaan nog veel verder dan dit soort dingen. Dat komt niet, daar maak je geen item over, dat komt niet op het 8 uur journaal. Dit is selectieve verontwaardiging. Ja, maar vind je niet dat, ik vind dat je te kijken van ja, maar de anderen doen het ook. Dus wat ik dus zeg is, het is normaal om grappen te maken. En ik vind dat we in dit land veel te gevoelig zijn geworden om dat je nergens meer grappen over mag maken. Ik vind persoonlijk dat je alles moet mogen zeggen totdat je oproept tot geweld. Maar ook mensen beledigen? Ja. Dat moet kunnen. Ja. Waarom zijn mensen daar zo ontzettend gevoelig voor? Het is toch helemaal niet gek? Nogmaals, kijk naar een normale cabaret-show. Iedereen wordt continu beledigd. Al helemaal als je op de eerste rij zit. Ja, maar dat is cabaret-show. Dat is cabaret-show. Ja, jullie zijn de politieke partij. Jullie willen het land leiden. En ja, als je zit in een privé-appgroep met elkaar grappen en rollen te maken. Je zit de hele dag onder hele hoge druk te werken. Tot hele late ouder. Dan komt er een soort sfeertje van allemaal slap gelul. Dat is niet wat in ons partijprogramma staat. Dat is niet wat in onze speeches wordt gezegd door Thierry of door iemand anders. Het is niet waar we moties voor indienen of over stemmen. Dit is gewoon een beetje kroegpraat. En voor de rest is niet zoveel achter te zoeken. Ja, en als je die appjes leest, bijvoorbeeld Thierry zegt ook zo van... Ja, je wilt toch niet dat je zus thuis komt met een neger? Nou ja, als het allemaal klopt. Maar dat is nog steeds... Maar klopt dat niet dan? Kloppen al die appjes niet? Zijn die verzonnen? Ik heb het niet individueel bekeken. Nee, dat weet ik niet. Maar... Ik vind niet, hij is absoluut geen racist. Hij heeft misschien een provocerende opmerking. Er worden rollenspellen gespeeld.
borrelpraat, kroegpraat. Ik denk dat mensen in de pers heel graag willen dat er iets aan de hand is. Dat ze patronen gaan zoeken en bij elkaar rapen en zo. Maar verder is het gewoon een beetje borrelpraat. Ja. Maar als Sherry tegen iemand zegt van wil je dat je zusje thuis komt met een 9? Dat is toch niet echt borrelpraat? Dat is toch niet echt netjes om te zeggen, lijkt mij. Nou, als die screenshots überhaupt al kloppen, dan is dat ja, een grap, een beetje kroegpraat. Ja, god. Forum voor Democratie weten met hun andere geluid veel jongeren te bereiken. Wil je nou weten hoe andere jongeren politiek beleven? Klik dan op een van deze links en abonneer je ook op het kanaal.